Milan Masop vocht zich vorig seizoen van de bank naar een basisplaats. Na de winterstop speelde de verdediger praktisch elke wedstrijd. Na de soevereine handhaving in de Eredivisie ging Masop dan ook met een prima gevoel op vakantie. Als je kijkt hoe het de tweede seizoen zelf is gegaan, daar ben ik tevreden over. Alleen ja, het is weer een nieuw seizoen, dus vorig jaar telt niet echt meer. En we mogen gewoon weer opnieuw beginnen. Een nieuwe start dus, maar toch nog maar even terugkijken op dat vorige seizoen. Masop sloot daarin pas vlak voor de competitiestart aan bij Excelsior. Trainer Mitchell van der Gaag kende hem nog vanuit zijn periode bij FC Eindhoven. Het moment waarop Masop in Kralingen neerstreek was niet ideaal. Kijk, je sluit laat aan en dat was al niet handig. En zonder voorbereiding in de benen, ik haalde mijn niveau ook gewoon niet wat ik kon. En ja, dan is het lastig om je geduld te bewaren en tegelijkertijd naar het juiste niveau te streven. Alleen uiteindelijk is het geluk en dat is geweest. En blij hoe het afgelopen is. Uiteindelijk werd het seizoen dus een succes voor Masop. Maar lang leek het daar niet op. Ja, ik heb een beetje zitten zeuren bij de trainer waarom ik geen kans kreeg. En op een gegeven moment krijg je die. En dan moet je hem ook pakken. En uiteindelijk is dat naar boven gegaan. En de winterstop was er nog sprake van dat ik gewoon weer ergens anders lekker wilde gaan voetballen. Alleen de trainer en Ferry gaven duidelijk aan dat ik niet weg mocht. En dat mijn kans eraan kwam. En uiteindelijk heb ik die gekregen. En hebben hun woord gehouden en heb ik gepresteerd. En dan zie je hoe voetbal kan gaan. Gedurende seizoen zijn er altijd momenten dat je als trainer gaat zoeken. Dat is normaal en dat heeft met resultaten te maken. Milan heeft voor de winterstop een aantal wedstrijden als centrale verdediger gespeeld. En na de winterstop ook. En op een gegeven moment hebben we die keuze gemaakt om Milan linksback te zetten. En als trainer heb je natuurlijk wel een bepaald idee. Maar zeker op het moment dat we dat deden, wilden we op een andere manier gaan voetballen. Dus een andere types neerzetten. Ja, en dan valt alles samen. En daar heeft Milan van geprofiteerd. Dat heeft dan natuurlijk ook weer met resultaten te maken. Nou, en dan weet je, ik ken Milan natuurlijk van mijn tijd bij FC Eindhoven. Kan op meerdere posities spelen. En ik weet dat hij altijd maximaal gaat. Nou, dat zijn in ieder geval voorwaarden. Dat je zegt van, nou, dat willen we graag zien. Willen supporters ook graag zien. Dat merkten we zeker aan het einde van het seizoen ook. En daar heeft Milan ook zijn bijdrage aan gehad. Of Masop zich ook komend seizoen op de linksbackpositie moet gaan richten, is nog geen uitgemaakte zaak. Nou ja, kijk, vorig jaar heb ik natuurlijk op een gegeven moment een reeks als linksback neergezet. Dus ideaal gezien zet ik die lijn gewoon voort. En blijf ik gewoon linksback. Maar ja, als je kijkt naar het elftal dat er nu is, er moet nog een hoop bij komen. Maar ja, op dit moment is er geen centrale verdediger eigenlijk naast Jurgen. Dus dan is het logisch dat je daar weer even naartoe schuift.